kosmisch onderwijs. Dat onderscheidt Montessori-scholen van regulier onderwijs. Maar wat het precies inhoudt, weet lang niet iedereen. Daarom organiseert het Montessori-kindcentrum Mozaïek een interactieve kosmische onderwijsavond. Dat betekent dat we onderwijs aanbieden in een betekenisvol geheel. Dus geen aparte zaakvakken als aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Maar aan de hand van thema's. Maar ook taal en rekenen wordt daarbij betrokken. Dus bijvoorbeeld zoals nu hebben we het over de Grieken en Romeinen. En dan komt er ook bijvoorbeeld Pythagoras langs met zijn stelling. Maar ook Pompeii en al dat soort dingen. Vanavond om 19:30 kunnen geïnteresseerden kennis maken met dit onderwijs tijdens een kosmisch en kunstavond. We gaan vertellen hoe het onderwijs in elkaar zit. En vooral ook onze kunstlijn die we opgezet hebben samen met Tobi. Want alle kunstlessen, daarbij moet je denken aan drama, animatiefilmpjes maken, literatuur, dans, muziek. Die hebben we allemaal verbonden aan die thema's. En dat gaan we aan de ouders vertellen, maar ook de ouders laten beleven. En de mensen die geïnteresseerd zijn natuurlijk. Dus zij mogen zelf ook zo'n les meemaken en ervaren. Er komen waarschijnlijk zo'n 70 ouders naar de avond. Maar hij is niet alleen voor hen georganiseerd. Dit willen we meer bekendheid geven aan onze ouders ook. Zodat ze beter begrijpen hoe hun kinderen les krijgen. Maar ook bekendheid in zijn algemeenheid over ons onderwijs. Want waarom moet er meer bekendheid aangegeven worden? Omdat we er zelf heel trots op zijn. En dat we het heel erg leuk vinden. Ja.